Wat heerlijk om weer op kantoor te zijn. Hebben we die helemaal in het hoekje? Wauw. Ik ook nog wel met de fantasie om een stationary lijn te beginnen. Weer opnieuw probeer ik nu gewoon orde te krijgen. Hallo, goedemorgen vanaf dit tropische paradijs. Het is nu maandag en we zijn hier nog steeds. Voor degenen die de vorige vlog niet hebben gezien, doe het vooral. Tenzij je niet een overkill aan heerlijke blauwe zeemomenten en chillende mensen wil. We zijn in Turkije, waar ik nog nooit eerder was geweest. En ik ben echt heel aangenaam verrast. Het is hier zo ontzettend mooi. We hebben gisteren ook een boottrip gedaan en de natuur is hier echt waanzinnig. De zee is glashelder en blauw en fris. De temperatuur is geweldig. De mensen zijn super lief. We zitten in een heel lekker resort, Hillside. Wat heel veel van jullie blijkbaar kennen. Ik had wat dingen op stories geplaatst en ik kreeg heel veel berichten van oh, ik kom hier elk jaar of ik ben hier ook geweest. Heel grappig, ik had geen idee, maar blijkbaar heb ik iets gemist. Jordi zit er ook lekker bij, schatje. Mm. Lief beestje. Zo lief. Hij heeft zo'n lekker grote rug om te kriebelen. Grote kriebel op de vlak. Oh ja, kijken hoe we ook net tegenkwamen. Deze meid, voor de Belgische kijkers onder ons. Paulien! Er ligt hier een bak met allemaal boeken en tijdschriften die mensen hebben achtergelaten. Ja, leuk dit. Ja, super schatje. Dus ik ga dit eens even lezen. Morgen is onze laatste dag. Neem mijn appartement maar. Als ik gewoon hier kan blijven wonen. Het werd echt veel te heet. Dus we zijn even gaan douchen en chillen. En cocktails gaan drinken. En nu gaat Jordi zijn grote fantasie van wakeboarden uit laten komen. Yeah. Which side do you want? So I will show you first wakeboarding position. Mm-hmm. And then I will show you how to get up from the water. Nou, dit ziet er al goed uit hoor, schatje. Niks meer aan doen. Aan de kant toe te kijken en ik voel me net zo'n moeder bij de zwemles. Super enthousiast te zwaaien als hij toevallig mijn kant op kijkt. Zo grappig. Volgens mij zie je ook helemaal trots dat ik hier zit. Ik dacht, zal ik lekker even ergens gaan liggen, maar ik zal toch even mijn schatje supporten. Natuurlijk kan hij dit ook weer heel goed. Het is zo gestoord. Sommige mensen hebben gewoon een gave voor sport die ik absoluut niet heb. Die kunnen gewoon alles. Ze hoeven maar één keer naar te kijken en dan zeggen ze oh, het is een beetje als snowboarden of zo. En dan kunnen ze het. Gewoon een paar baantjes kan trekken in de zee, ben ik al blij. Nou, dat was weer een heerlijk avontuur. We liggen nu even in een bedje van de laatste zonnestralen te genieten. Jullie drankjes halen. Ik was van plan mojito's te halen, maar ik bestelde per ongeluk margarita's. Wat ook best wel lekker is. Maar die wel snel naar het hoofd stijgen, moet ik zeggen. Dus nu is Jordi het halen, zodat het goed gaat. Ook al moest ik het eigenlijk halen, want ik had een weddenschap verloren. Toen moest ik de hele dag Jordi's kleine slaaf zijn die alles moest halen en doen wat hij wilde. Maar ja, dat pakte niet helemaal goed uit. We hebben zo onze laatste avond. Dit kapseltje ziet er echt wel heel raar uit. En dan gaan we ergens Italiaans eten, volgens mij, achter mij. Op een heel leuk klein grasveldje. Heb ik wel zin in op zich. En dan gaan we spullen inpakken en dan moeten we morgen om 10 uur weg. Super sad. Misschien gaan we nog heel vroeg even een duik nemen. Het is hier echt fijn. Op zich is 5 dagen ook wel lang. Dus ik ben ook wel oké met dat we terug gaan. Hey, wat hebben we hier? Een Rossini. Mojito. Sparkling water, which we call a damla soda. Damla soda. Laatste date night. En deze leuke lila schoentjes uit mijn eigen Fred collectie passen gewoon overal onder en zitten zo lekker. Het voelt gewoon als een slippertje, maar je hebt wel meteen een look. Yay! Ik dacht dat het hier in het tuintje was. Maar we hebben dus een waterplek voor onze laatste date night. Zo leuk! Dat hoopte ik al. Jordi heeft een pantalones aan. Ik vind het dus heel leuk dat hij van dit soort pantalonbroekjes draagt.
in plaats van jeans. Ik hou er wel van. Nou, wat cute. Wow, so cute. Hallo. Oh, prachtig. Hebben we die helemaal in het hoekje? Wauw. Goedemorgen. Het is onze laatste ochtend en we gaan nog even een quick dive nemen. Ik ben nu even mijn ochtendroutine aan het doen, dus ik dacht ik laat jullie even zien welke beautyproducten ik mee op reis heb die ik heel chill vind. Ten eerste een lipbalm. Ik kan echt niet vliegen of reizen zonder chille lipverzorging, want op de een of andere manier wordt dat heel droog als je vliegt en heb ik daar dan de hele vakantie last van. Deze is van Sarah Rosalie, een Nederlands meisje, vrouw en Kim, mijn vriendin, heeft hier de vormgeving voor gedaan. Dus dat vind ik altijd extra leuk om te gebruiken. Ik neem ook altijd 1 of 2 maskers mee op vakantie. Deze heb ik al gebruikt. Een sheet mask. Deze is specifiek voor moisturizing. En ik neem er meestal 1 voor glow mee en 1 voor onzuiverheden. Dat ik even kan kijken waar ik last van heb op dat moment. Soms is reizen of een ander land met een ander klimaat best wel een attack voor je huid. Soms gaat het heel goed. Dus ik vind dat heel fijn om als soort extra verwendmoment mee te hebben. Dit is het enige wat ik mee heb qua reiniging van Glossier, de Milk Jelly Cleanser. Omdat ik hier eigenlijk vrijwel geen make-up gebruik, behalve misschien een tinted moisturizer. Maar daar zitten ook nog verzorgende elementen in, dus dat is niet hetzelfde als een foundation of zo. Dus ik doe deze gewoon op een vochtige huid. Dan spoel ik dat onder de douche af en ben ik eigenlijk klaar. Ik vind het heel chill om alleen met 1 zo'n mini flesje te reizen en niet met een heel pakket met lotions en weet ik veel wat. Met diezelfde gedachte neem ik altijd mini versies van mijn eigen parfum mee. Als ik een parfum koop bij Skins is dat altijd, dan vraag ik of ik in plaats van andere testers gewoon 1 of 2 van mijn eigen nieuwe parfum mee mag nemen. En dan gooi ik die gewoon in mijn toilettas en dan ben ik niet aan het slepen met een parfumflesje. Ik doe elke dag zonnebrandcrème ook op mijn gezicht. Het is heel belangrijk om het in te smeren, zeker als je niet een oud rimpelvelletje wil worden, maar ook gewoon tegen zonnevlekjes. En ik vind het gewoon een lekker idee dat ik de zon in kan en daar niet over na hoef te denken. Dit is van Caudalie, een factor 50. Ja, normaal neem ik ook mijn hyaluronzuur serum mee, maar ik was echt van het packing light en we zijn hier maar 5 dagen, dus die heb ik thuis gelaten. Dat was het. We zijn weer thuis en we eten lekker sushi. Terwijl we programma's over mega vakantiehuizen kijken. Altijd heerlijk. Hoe mooi zijn deze maskertjes? Hallo. Het is 's ochtends op woensdag en ik loop naar de sportschool. Uiteindelijk hebben we natuurlijk helemaal niet elke dag gesport op vakantie en vooral gewoon elke dag gechilled en cocktails gedronken op het strand. Ik ging net even op de weegschaal staan en toen zag ik dat ik bijna net zoveel woog als toen ik bij Valentin begon een jaar geleden. En toen dacht ik, nee, ik ren naar de gym. Eigenlijk is het vooral iets wat ik elke maandag en woensdag voor werk wil doen om gewoon fit in mijn week te staan. Mentaal vooral. Het helpt me daar echt bij. Dus ja, ik heb alleen natuurlijk mezelf om dat te doen, dus daarom ben ik nu naar de gym aan het lopen. Ik voel me dan nu ook al voldaan en trots, dus dat helpt echt. Wat heerlijk om weer op kantoor te zijn. So pretty. Check ook zeker even de Office Before and After video. Dat vond ik zelf namelijk een hele leuke om te maken en ook echt heel leuk om te kijken, dat soort dingen. Dus dat is zeker een aanrader. Evie is ook op kantoor, maar ze zit er nu even niet. Ik denk dat ze lunch halen is beneden. We hebben een hele lekkere kantine namelijk. En onze planten hebben het niet heel goed gedaan in de heatwave, zie ik. Goedemorgen, het is donderdag en ik sta op het punt om naar de Linda-redactie te gaan. Oh, hallo. Ik heb voor het eerst mijn nieuwe ketting aan die ik van jullie heb gekregen. So pretty. En een nieuwe blouse van Arquette. Ik krijg eigenlijk nooit zo'n overhemd, maar ik vind het echt heel fijn en fris voelen. Echt heel blij mee. Ik laat jullie even mijn look zien.
Ik zit in wat we de Excel Room noemen. Met Kim en Suzanne. Kim kennen jullie natuurlijk en Lizzie een aantal maanden als art director. En Suzanne, de chef beeld. Kortom, de twee mensen die ervoor zorgen dat de Linda Meijden er heel lekker uitziet. En we zijn nu shootmateriaal aan het selecteren. Met een hele leuke chick. Dat ziet er dan zo uit, dat kan je nu niet zien. Maar dan hebben we van alles een stuk of 5 opties. En die gaan we dan naast elkaar leggen, puzzelen. Totdat we de beste serie hebben. En dat doen we nu met 3 shoots. En dan bespreken we wat we met de cover gaan doen. En andere projecten die eraan komen. En het wordt een heel tof nummer. Ik ben inmiddels thuis en ik ben heel glowy omdat ik een gezichtsmasker op heb gehad. Het is nu 11:15 en ik ben nog aan het werk. We hadden na de Linda redactiedag een freelancersborrel. Waar allerlei mensen die voor Linda en Linda Meijden werken aanwezig waren. Dus daar ging ik even naartoe. En de redactie is natuurlijk in Naarden. Dus dan moet je nog even terug naar Amsterdam. Ik heb best wel veel te doen. Omdat ik natuurlijk een paar dagen weg was. En het werk zich toch blijft opstapelen. Dus ik ga nog door tot 11 uur. En dan ga ik meteen naar bed. Goedemorgen. Het is alweer vrijdag. De week vliegt voorbij. En ik begin de ochtend lekker vroeg in een helemaal leeg koffietentje. Met mijn lieve schatje Jess. Jess wordt mijn buurvrouw, net als old times. Old times. We woonden bij elkaar om de hoek vanaf dat we 4 of 5 waren. En nu komt 76 meter van elkaar vandaan. Echt? Dit heb jij gegoogeld met je? Vroeger een keer, maar misschien moet ik het een keer opnieuw doen. Ik heb vroeger bij de ANWB van het gedaan. Love it. Toen ging dat ook zo. Dit heb ik vandaag aan. Ik probeer wat meer mijn outfits met jullie te delen trouwens. Zelfde kettingjes, oorbellen van Rosefield, t-shirt van Arquette en een rok van Fabien Chapeau die best wel dik is. Dus op dagen dat het iets frisser is zoals nu is dat heel lekker. En dan heb ik daar mijn Fendi slides bij. Gewoon een heel chill kantoorlookje. Ik moet aan mijn boekhouding, maar ik heb echt helemaal geen zin. Allerminst leuk aan zelfstandigen zijn vind ik dat er altijd zoveel is wat je moet regelen qua papierwerk, administratie. Het is nooit af en ik heb er echt een hekel aan. Ook al doet mijn boekhouder het meeste, moet ik natuurlijk alle bonnen en facturen en alles verzamelen. En dan missen er weer dingen en dan moet ik die weer opsporen en zo. Blech. Ik begin even in een vers nieuw notebook van Another Stories met een hele lekkere structuur. Blijf toch wel echt stationary obsessed. En ergens speel ik ook nog wel met fantasie om een stationary line te beginnen. Met dit soort laptophoesen, schriften, mooie etuis die je misschien ook als klits kan gebruiken. iPhone cases, powerbank, dat soort dingen. Maar ik ben gewoon heel benieuwd of mensen het ook daadwerkelijk zouden kopen, weet je wel. Het is zo'n investering die ik dan doe. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie ideeën. Of jullie daar nog op zitten te wachten. Of er dingen zijn die je mist in de markt. Wat je dan van mij zou willen zien. Ik ben heel benieuwd naar jullie feedback daarover. Ik kan wel meer ideeën delen als jullie dat interessant vinden. Maar ik zou gewoon heel erg willen weten. Kopen jullie zulke dingen? En bij welke winkels dan? En worden jullie daar net zo gelukkig van als ik? En ja, zou je zoiets willen? Als het gewoon een beetje betaalbaar is. Ben ik heel benieuwd naar. Oké, ik ga nu het ontwijkende gedrag aanpakken. Colaatje, ga ervoor. Maar ik ben bij Legency omdat we met een hele groep hele leuke jongens en meiden naar het Nationaal Ballet gaan. Lena neemt ons mee naar het Young Patrons Gala en zoals je ziet is de boel zwaar ontploft. En ga ik me nu in een mega babyjurk hijsen, maar check even deze vrouw. Hallo daar! Ah, ik ben helemaal anders. Ja, maar jij gaat in die gouden stanner. Kijk even wat er gebeurt. Wat hebben jullie gedaan? Ja, dit. Nee, joh. Hoe dan? Helemaal Sex in the City. Maar dan de moderne millennial versie. Met bald girls. Ja, maar dit is Troda. Actrice gewoon. Deze agentje goes glam. Charlotte Tilbury geeft ons echt de full body service. Nee. Aha.
dit spul, Supermodel Body. Het is gewoon een highlighter voor je hele lichaam. Alsof je in een bad van highlighter bent gaan liggen. Wat toch wel, denk ik, het hoogst haalbaar is in make-up land. Toch? Ja. Camera was meteen op toen ik bij Lena aankwam gisteren, dus ik heb niks kunnen filmen, behalve wat crappy iPhone dingen. Jordi zet je aan het influencer. En mensen met maat om hierheen te komen. Oh, nu heb ik natuurlijk mijn oplader niet bij me, want ik ben lekker bij Jordi blijven slapen. Dus probeer ik maar zo goed in kaart als het gaat op de iPhone te vloggen. We zitten nu bij Benji's, een nieuw tentje bij Jordi in de buurt. En we eten een mega lekkere rendang burger. Om de hangover te curen. Ik heb echt veel te veel gedronken. Ik wilde gewoon gezellig dronken, maar ik was uiteindelijk echt dronken helaas. Ook een beetje als enige volgens mij. Ja, prima. Kan gebeuren. En het is een hele lekkere zonnige dag. We zijn nu aan het plotten wat we willen doen. Ik heb een chocoladebruine slipdress aan vandaag. En lekker chill hoofd. Met kiploos. Jordi gaat helemaal lekker op die kroepoek. Super lekker kroepoek. Opa en Belet waren echt te gek. Het is zo leuk om even in een andere wereld binnen te kijken waar je normaal niet zoveel komt. En het was echt prachtig. Er was één kort stuk, ik denk uit het Zwanenmeer, van een stervende zwaan. En dat was echt waanzinnig. De zwanen zijn altijd de allerbeste ballerina's waar iedereen naar opkijkt en die iedereen wil zijn binnen het ballet. Dus dat vind ik zo fascinerend om te bekijken. En ze leek echt op een zwaan. Ja. De beweging was zo apart. Echt geweldig. Goedemorgen, het is maandag. En ik heb zo slecht gevlogd dit weekend. Het was echt ruk, want ik kwam aan bij Legency, mijn agentschap. Waar we ons om gingen kleden om naar het Young Patrons Gala te gaan, het Ballet Gala. En meteen zag ik dat mijn batterij op was, wat ik eerder niet had gezien. Dus al die leuke dingen heb ik helemaal gemist. Het klaarmaken, de jurken, de make-up van Charlotte Tilbury. De hele gala zelf natuurlijk. En hoe iedereen eruit zag en hoe dronken iedereen werd. En daarna ben ik bij Jordi gaan slapen. Had ik dus ook mijn oplader niet bij me. En zijn we lekker gaan ontbijten. En toen een beetje genixt. Toen heb ik weer met Lena en Nicole afgesproken en toen gingen we naar Noord waar we pizza's gingen eten. En waar we in een zwembadje gingen, boven in een 4 meter hoge waterton. Nou, mijn hoogtevrees, ik was helemaal aan het trillen. Ik was zo zenuwachtig dat ik ook vergat dat ik eigenlijk mijn handdoek om me heen wilde wikkelen omdat ik daar in mijn onderbroek stond. Dus het hele restaurant heeft een blote reetje gezien. Maar dat heb ik ze allemaal niet op video. Top! Sorry, ik moest even een onderbreking omdat allemaal mensen naar mij aan het schreeuwen waren vanaf de weg. Blijft toch awkward film in het openbaar. Ik loop nu naar de espressofabriek bij Westergas in de buurt, want mijn kantoor zit hierachter. En daar heb ik met Kelly afgesproken voor de trouwe kijkers. Die weten waarschijnlijk nog wie dat is. Kelly is echt jaren geleden ooit bij mij begonnen als stagiair. En heeft zich uiteindelijk helemaal ontpopt tot contentmaker en werkt ook voor Happiness onder andere. Dus we gaan weer eens even bijkletsen over het leven en wat we allemaal aan het doen zijn. Verder is het weer echt super onduidelijk. Ik had een t-shirt aan, maar ik had het heel koud en mijn rok en mijn Fendi sandalen. Maar ik pakte toch maar even een truitje bij, want het gaat echt alle kanten op. Verder kan ik dit al zeggen, ben ik dus bezig met deze leuke parel iPhone koorden. Sleutelkoorden die je er dan aan kan maken. Dat is dus mijn geheime project wat ik met Lena aan het doen ben. Maar we hebben het allebei zo druk dat het best wel moeilijk is om een merkje van de grond te krijgen. Maar wel iets waar we heel excited over zijn. Ik gebruik het zelf de hele dag, dus ik wil het eigenlijk gewoon al met jullie delen. Ik dacht, oh shit, ik heb hem niet afgedaan. Maar ja, there it is. Ik ben met Kelly, die een lekkere stippenjurk aan heeft die ik ook heb, maar dan in het roze. Oh, ik sta in de schaduw en jij in de zon. Lightning. Even mijn bijpassende scrunchie. Ja, dit is echt weer stijging. We hebben net heel lang koffie gedronken in de zon en nu moeten we allebei aan onze administratie. We gaan maar, even als volwassen vrouwen met eigen ondernemingen. 30 klus. Oké, ik ben uit. Babes, ik ben thuis. Ik heb lekker mijn make-up eraf gehaald en nu ga ik
Wij eten deze hele lekkere noedelsoep met kip. En daarna ga ik naar de gym. Ik heb alvast mijn gym outfit aan, zodat ik ook ga. En daarna ga ik me klaarmaken voor morgen een dag Berlin redactie. Loop ik alvast al mijn afspraken door, bereid ik voor wat ik kan en dan ga ik lekker slapen. Echt een productieve dag, een goede maandag. Hallo! Het is alweer woensdag en ik ben lekker op het kantoor met Josja en het is een beetje een gouden dag. Ik dacht lekker zomerjurkjes weer, maar dat valt vies tegen. Ik zal jullie even laten zien wat ik wel aan heb. Ik ga zo naar een shoot voor Linda Meijden met twee hele toffe mensen. Rimon en Tim worden allebei geshoot. Super cool, heel veel zin in. Verder ga ik daar met Kim heen. Die vervangt nu de art director tijdens haar zwangerschap. Dus dat is ook ontzettend leuk om samen te werken. Verder probeer ik eigenlijk gewoon mijn leven een beetje op orde te krijgen. Administratie-wise, ik ben echt een drama. Ik krijg al een paniekaanval als ik een blauwe envelop zie. En het is natuurlijk super treurig en niet de bedoeling en niet hoe het hoort. En uiteindelijk moet je toch betalen, dus je kan maar beter gewoon meteen doen. Dus weer opnieuw probeer ik nu gewoon orde te krijgen en alles even helemaal in Excels te zetten en al dat soort dingen. Dus ik denk dat ik daar vandaag mee verder ga. Look of the day, mijn knotje. Dit is zo'n makkelijke hairstyle. Dus ik blijf hem de hele tijd opnieuw uitvoeren. Mooie kettingen, deze die ik van Jordi heb gekregen. En deze van Reve. Een wit overhemd van Arquette. Vintage jeans uit LA en deze schoentjes. Zijn overhemd is echt een topper, want je kan hem zo knopen of oversized in je broek dragen. Of juist met een hele speelse rok of zoiets. Of gewoon openhangend over een bikini als je op vakantie bent. Ik vind het echt fijne multitaskers. Wel even kijken hoe lang het wit blijft. Succes daarmee. Ik had meteen op mijn eerste dag dat ik hem aan had al appeltaart erop laten vallen. Het is er wel uitgegaan volgens mij. Het toortje staat er weer lekker bij. Hier hangen allemaal toffe nieuwe items. Het is echt een ruitenfestijn. Wat dingen om misschien mee te nemen naar Kopenhagen Fashion Week, waar ik binnenkort heen ga. Wat nieuwe items die net binnen zijn. Mijn eigen jas. Dat soort dingen. Het is altijd lekker zo'n gevuld rekje. Ik ben thuis van shoot en het was echt te gek. Het wordt zo vet. Ik heb nu Gossip Girl aanstaan op de beamer. Het is nog een beetje licht. Ik heb sushi besteld en ik ben nu gewoon even een lekker avondje aan het doorknallen met van alles. Over een week of 4-5 is het Kopenhagen Fashion Week. Dus ik ga langzaam een beetje stylingonderzoek doen. Wat voor toffe looks ik wil lenen. En verder gaan we wat mails doen. Kijken we even naar bandjes. Is dit een sushi unboxing, vraag je je af. Als ik eten bestel, vind ik het altijd chill om het toch gewoon mooi in bakjes te doen. En netjes neer te leggen en zo. Dus kleine rolletjes, lekker. Rolletjes met garnaal. En deze amigo's. Het is best wel misschien stom of zo, maar ik heb dus heel erg eten als beloning. Dus nu ga ik de hele avond doorwerken. Maar dan vind ik het prima omdat ik lekker een serie op de achtergrond heb en sushi heb. Zo werkt het echt in mijn hoofd. Goedemorgen, ik ben thuis en gaan weer aan een nieuwe dag beginnen. Ik ga even bij de Juice Brothers langs om wat sapjes te halen. Om me even wat fitter te voelen. En ik ben echt best wel wat aangekomen tijdens de vakantie en door deze zomerweken. Dus ik wilde even een beetje chill doen. En daarna ga ik snel naar kantoor. Dan heb ik straks nog een afspraak met Valentien, mijn health coach. En gewoon een lekker werkdagje. Ik wilde nog even een soort van iets delen wat ik belangrijk vind. Misschien moeten we een soort hashtag bedenken. Yara goes political of zo. Er is namelijk een petitie gaande om anticonceptie weer in het basispakket van de zorgverzekering te krijgen. Dat is tot 21 jaar ook het geval, maar daarboven niet. En dat gaat helemaal niet om hele grote bedragen en zal dus ook voor de overheid helemaal niet om onwijs veel geld gaan. Maar het kan net wel als je het over duurdere anticonceptie hebt, zoals een spiraal of een prikpil, voor kosten zorgen die iemand niet kan betalen. En het zorgt er ook voor dat mannen en vrouwen ongelijke verantwoordelijkheid daarvoor delen. Terwijl anticonceptie natuurlijk voor iedereen mega fijn is. Want 96% van de anticonceptiegebruikers is vrouw. En als ik eerlijk ben, denk ik niet dat heel veel van ons, in ieder geval niet de meerderheid van ons,
een tikkie stuurt of de rekening deelt als er een spiraal gezet moet worden of er weer voor de pil afgerekend moet worden. Ik moest laatst €40 betalen. Dacht ik echt, damn. Dus ik vind het belangrijk dat we dat allemaal even tekenen. En we moeten 40.000 handtekeningen, geloof ik. En op dit moment zijn er al bijna 36.000. Ik zal de link even in de infobox hieronder zetten. En dan kun je hem tekenen gewoon met je naam en je e-mail. Of je voorletter en je e-mail. Dat is ook niet te zien overigens. Dus hele kleine moeite voor misschien wel iets waar we heel veel aan hebben. That's all. Ik ben in de Juice Brothers. Het is hier ook meteen beter licht. Wat een heerlijke plek. Ik heb een beetje op basis van de juice cleanse die ik laatst heb gedaan een paar sapjes samengesteld. Hoewel dat geen succes was, want ik had me echt slecht voorbereid en ik had geen idee wat ik deed. Heb ik er wel echt veel van geleerd in dat ik nu bijvoorbeeld voor een dag dat ik me een beetje opgeblazen voel, lekker wat sapjes hou. Dan had ik een hele lichte om mee te beginnen. Dan een met niet mega veel fruit en wat cayennepeper erin. En een met veel veggies. Echt zo lekker en fris. Lekker. En dan neem ik ook een kleine chocolate milk mee. Voor wat calorietjes. Lekker no make-up lookje vandaag. Ook iets wat ik echt zo'n luxe gevoel vind. Dat je soms even je huid een break geeft. Net zoals bijvoorbeeld inderdaad een lekkere juice halen. Of bijvoorbeeld 's ochtends gaan sporten. Het zijn maar die kleine dingen die meteen een boost geven bij mij aan hoe ik me voel. Verder ga ik helemaal Scandinavian vandaag. In een Ganni Maxi jurk. Met een soort Ugly Dad sneaker eronder. Dit zit zo chill. Ik ga hierbij ook even de vlog afsluiten. Midden in een week, een beetje weird, maar omdat ik het hele weekend niet had gefilmd, trok ik hem even wat langer door. Volgende week vrijdag ga je denk ik een shoplog zien waar jullie veel zin in hadden. Dus bereid je daar vast op voor en abonneer je even zodat je die niet mist. En dan zie ik jullie heel snel weer. Bedankt voor het kijken. Doeg!